Vanmorgen is een schip tegen de Horvatbrug gevaren. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen, maar heeft vooral de stuurhut zware schade opgelopen. De stremming die gold voor het scheepvaartverkeer werd na korte tijd opgeheven. Aan de Noordeindseweg in Berkel en Roderijs is zondagavond een auto te water geraakt. Het slachtoffer moest door hulpdiensten uit het water worden gehaald. De man is naar het ziekenhuis vervoerd waar hij in de nacht van zondag op maandag overleed. Een tweede inzittende kwam op eigen houtje uit de auto. Het is niet duidelijk wie de auto bestuurde en hoe de auto in het water is beland. Feyenoord hoopt vandaag de komst van Marcel Meuwes van Borussia Mönchengladbach af te ronden. De transfer van de 30-jarige middenvelder werd na afloop van het duel met FC Twente bevestigd door trainer Mario Been. Het is voorlopig voor een half jaar. Ja. En dan ga je kijken wat je verder wil met hem? Ja, daarna gaan we pas kijken, want hij is nog van Gladbach en ik weet die situatie weet ik niet. Ik vond het allereerst belangrijk dat we zo'n speler erbij krijgen. En we zijn nog om ons heen aan het kijken voor een aanval erbij.